niet? Of niet? Volgens Peter was het actie niet goed. Peter, Nationale Recherche. Hey, jongens, het is alweer smiddags. Welkom weer, het is alweer 2:10. De Ducati. Supermooie machine, die we van de week hebben gehad. Ik heb 1 week op de brug gestaan. Het heeft gewoon 1 week geduurd voordat ik die schijf binnen heb gekregen. Uiteindelijk heb ik ze wel binnen gekregen. We gaan nu de rest van de motor in elkaar zetten. Dus de enige wat er nog aan de motor te doen is, is die schijf gaan we monteren en de achterrem gaan we ontleggen. De remblokken hebben we al gemonteerd, voor als achter. We hebben die motor helemaal klaargemaakt. We hebben helemaal naar gekeken. Jullie hebben ook in de vorige deeltjes gezien wat we aan de motor allemaal hebben gedaan. Dus wat wij nu gaan doen is, ik ga die schijven ervan afhalen. Ik ga die schijven vervangen. En dan gaan we de motor in elkaar zetten. Ja, het is super. Het is een mooie compacte machine, een mooi uitlaatje erop. Kom hier een beetje snel. Zijn die schijven. Zo, mooi jongen, hè. Als ik tijd had, had ik gewoon een verhaal verteld over deze schijven. Dat had 2 uur lang geduurd. Lucas, wie Lucas is. Wat deze Duitse bedrijven betekent voor Europa en wat zij hebben gedaan, wat zij allemaal maken. Ze maken ook de beste koppelingsplaten. Kom maar bij Lucas vandaan. De beste schijven komen bij hun vandaan, beter dan origineel. Ik ga wel de luchttol gebruiken. Zet die dingen muur vast. Van de week had het wel ingespoten. Ja, die leed tof, maar... Je hangt goed in vis, maar je maakt de lucht op vis. Nee, ik maak hem maar in schoon. Van zo'n splint nieuw. Kijk, dat is die vorige schijf. Zo'n mooie schijf die er nog zegt. Mooi hoor. Jazeker. Aan de kant Kojak. Ik kan nou even geen telefoon opnemen. Dit is Loctite wat ik op die schroeven gebruikt. Een beetje Loctite. 1. Dit is Loctite halen met de schroefdraaier uit. Het is wat drapperig en zo. En die mondje is dicht. Daarvoor gebruik ik het met de schroefdraaier. Even telefoon opnemen. Ja, even aan de kant zitten. Belangrijk. Heb wat pijn gedaan, Kojak. Die maar waarom het je weg is. Was een goeie, hoor. Vond je het mooi? Je hebt wat meegegeven, denk ik maar niet. Ik vind het uitleg, toch? Ja. Ja. Want vind je te praat? Je bent niet de politie weer, hoor. Maar praat hier, hoor. Ik sta aan het.
Appa. €95. Moet je vanaf die kant langs komen, die kant komen. Ben je klaar met tof? Ja, dat ik heb het stil op dat is. Hier, dat is dan het spul. Ik heb nog een busje. Ja, dat is het. Die vloer, dat vond ik net om. Ja, dat is het nieuw. Ja, ik gebruik die oude methode, is goed. Blauw is dit. Ja. Die rode is beter, volgens mij. Ja, dat is wat fout. Dat maakt de mensen gek met kleur. Een beetje kleurstof wat ze erin gooien. Ja. Kijk, ik draai ze vast. Zo, hoppa. En als ik de wiel heb gemonteerd, dan draai ik ze nog een keer vast. Dan zit de wiel zeg maar, in de voorvork. Dan kent hij nergens heen. Dan draai ik ze nog een keer goed strak aan. Kijk, appa. Appa, kijk, je moet het mooi schrijven. Deze, hoppa, dan draaien we de andere kant op. Moet er die... Ben je klaar met tol? Nee. Schuif is dan op, dus er komt een nieuwe schuif op. Kent die weer opnieuw beginnen? Ga zo een stukje rijden met die motor. Kunnen we de eigenaar bellen. Dan kan hij weer lekker rijden. Deze. Pak de handen schrijven uit. Het zijn wel dure schuiven. Dat is kwaliteit toch? Ja? Kwaliteit. Ja. Moet wel op een snelle motor. Nee, die is niet echt snel deze, is het knepen. Ah ja. Als hij als hij begint die uitgaat, loopt hij wel op een sfeer. Kijk, zo'n Ducati rijdt vooral op gevoel. Is een motor met gevoel. Ja, deze is klaar, deze zit. Yeah.
Maar die wordt dan verwacht. Ik denk dat we op het einde van de dag komen. Ik ben op de zin komt. Ik ben op de zin komt. Of zet hem aan de kant gewoon zo? Laten we daar staan zo. Dat wil je dan. Vanochtend heb ik mijn BMW wou starten, die RT wou niet starten. Toen hebben we met twee man geduwd, eentje op de motor en twee die ook nog starten in gelijk. Heb je de wijze ja. Oude buffel. Als ik op mijn motor rijd, op mijn KTM, die heeft minder pk's, maar het lijkt wel of die sneller is dan die R-uitvoering. Vreemd hè? Kijk wat die vraag sneller is. Ken je niet? Dit is gewoon op nou. Kijk hoe lekker bij de polbak neerzet. Dit is chemische zooi jongens. Die niet met je vingers aan zitten. Ik ben immuun voor dit allemaal, maar ik heb stalen vingers. Dus voor mij is het geen probleem, dus jullie niet nou doen. De mensen moeten helemaal niks doen. De mensen moeten geen motoren gaan bij mij brengen hier. Ik maak het netjes. Free tank. Ja. Ik vind hem mooi. Nee. Hij wordt gezocht. Nee. Hij wil de boel nog veilig gemaakt. Met de motor vroeger, hè? Ja, ziek gemaakt. Hoor. Ja, maar ja, jongens, een beetje lachen en zo. Maar als ik, die agent vorige keer. Maar je kent het, nou lachen we toch een beetje. Had u toch? Ja, zie je. We was een. Die maakt er een hoofd van toen u mijn naam hoorde. Ja. Ik moet even denken, het is dit. Ja, Hoedie. Hey. Ja. Wil je alsjeblieft die vierwielen uit de auto halen? Eigenlijk moet je me helpen. Vraag of Henkje kan je me een zetje helpen? Ja, ik kan lukken op één handje. Ik draai hem nog vast bij mijn trolley. Hoppa. Even netjes afrijden, de hele boel. Even niet meer nodig. Het gaat hier weer onder. Dus kijk jongens, wat zien jullie van de schijf? Super mooi hè? Tja, kom, dan gaan we weer naar die machine. Ja. Kijk, het gaat goed voor mijn rug, het gaat veel beter. Hoppa. Dus ik hamer, toch maar die motor. Anders checken mensen die Chinese bommen hier staan.
Geet die nooit meer? Nee, nou. Zet hem maar daar mee, of is het maar voor uit? Zet hem even hier niet. Dat is goed luisteren, toch? Hè? Vond je het leuk? Zet hem maar daar mee. Vind je het leuk, hè? Dat is een motor, hè? Zeg maar, hij is niet gek om te kijken dat hij iemand komt takken? Hij weet het. Ja, weet ik het nou. Vind je het leuk? Kijk, dat is het koken. Iemand zo gooit. Even kijken, we pakken er een sleutel bij. Dan drijven we hem aan. Kijk. Wat we nu gaan doen, we gaan hem afbouwen. Achterhempie. Doet nog steeds niet. Die gaan we ontluchten. En dan gaan we een stukje rijden met de motor. Oeh. Ja, je hebt niks. Haal. Ik zag mij dood, man. Ja, zit ik niet, oh, niks. Ga maar op de motor zitten. Hè? Oeh. Vang de motor. Ik voelde die pijn gewoon. Ik voelde. Zet hij boven het programma? Ja. Heb maar de middag gedonderd. Ja. Ik zou een keer zo doen, weet je. Ik pak hem nog een beetje. Dus jongens, we gaan jullie verlaten. Met de Ducati komt het zeker goed. Super mooie machine. Compacte machine. Je moet ervan houden. Het is een paard, het is een super mooie machine. Het is een motor met liefde en met gevoel hoe je zo'n ding moet behandelen. Lekker rustig warm draaien, op tijd de beurtjes geven. Het is geen Japaner waar je alles mee kan doen. Rachen en douwen en doen. Dit is wat gevoeliger, moet met de liefde mee omgaan. Dus jongens, we gaan jullie verlaten. Verder, jullie horen niks meer van ons. Hier zijn we helemaal klaar mee. Dan zijn we rare dingen tegenkomen, dan gaan we zeker jullie erbij halen. Maar ik denk, er komt niks tevoorschijn.